dat is ze dan, de nieuwe zangeres van Excession, Gina. Zij vervangt de donkerkleurige Cassia die terug naar haar geboorteland Brazilië is vertrokken. Een nieuwe start dus voor Jean en Gina van Excession. Een van Vlaanderen's topgroepen die met Bang Bang vorig jaar een eerste en grote hit scoorden. En ook in Sint-Niklaas zagen we voor het eerst Boys Band aan het werk. De nieuwe groep van Nils William. Björn, Jeffrey, Jo en Wim zouden wel eens een nieuwe sensatie van de jongensgroepen kunnen worden. Concurrentie opkomst voor Get Ready en Enzo. Jeroen Maas kennen jullie zeker als Freek uit de VTM jongerenserie Wat Nu Weer. Maar Jeroen heeft nog andere pijlen op zijn boog. Zingen bijvoorbeeld, of cabaret. Samen met de Lovelets brengt hij nu een eerste single uit. Een soort parodie op het grote Jo Leemans succes Diep in mijn hart. Diep in mijn hart kan ik nooit boos zijn op jou. Blijf ik je toch altijd trouw. Freek of Jeroen Maas, acteur, wat ben je eigenlijk? Ben je acteur of ben je zanger? Vandaag was je hier als zanger. Ja. Entertainer denk ik misschien, maar ik acteer heel graag, ik zing heel graag, een beetje van alles. Je noemt jezelf dus entertainer eigenlijk? Wel, dat zou ik het liefst doen, ja. Diep in mijn hart is er slechts één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij, zal je dat nooit vergeten, want jij bent Is dat de toekomst van Jeroen Maas? Wel, het is een beetje ook het verleden, want ik heb 3 cabaretprogramma's gedaan. En nu proberen we dat meer naar het grote publiek te brengen, door dus in de vorm van Mr. Wonderful en met een single die eraan komt. En, maar het is cabaretesk, ja, inderdaad. In mijn hart. Ze kennen u eigenlijk allemaal van de serie Wat Nu Weer. Is dat soms niet vervelend dat men je altijd identificeert met je rol, met Freek eigenlijk uit de serie, en dat men Jeroen Maas misschien minder kent dan Freek uit de serie? Of gaat dat nu veranderen? Of moet dat nu veranderen? Het is de bedoeling dat het wat verandert, ja. Maar ik vind dat het iets wat je erbij neemt als je soap doet, dat je altijd alleen met je personage geconfronteerd wordt. Maar ik hoop nu, omdat ik er een beetje een andere richting uit ga, dat de mensen mij ook anders leren kennen. En mij niet meer zozeer als alleen Freek bestempelen. Hou me vast en kus me zacht.